Ik ben Barbara Kozijnse, ik ben geboren en getogen in Haagsteijn en ik heb 2 kinderen, Willemijn en Tjeerd, van 10 en 8 jaar oud. Nou, wij zijn 3 jaar geleden hiermee gestart met een aantal actieve ouders. Dat we toch wel een gemis vonden dat er geen goede speeltuin, een aantrekkelijke speeltuin voor de kinderen in de buurt was. We zijn naar de gemeente gegaan en 3 jaar geleden kregen we te horen dat er plannen waren voor het nieuwe speeltuin rond 2021. Toen we eigenlijk met plannen bezig waren, kwamen er wel steeds meer ideetjes bij. Zoals het eigenlijk ook het leven gaat in een dorp. Dat het ook meer echt een ontmoetingsplek is voor elkaar. Dus ook dat ouderen iets kunnen doen met jongeren. Dat er voor de ouderen ook een gezellig bankje is, terwijl de kleinkinderen aan het spelen zijn. De Jeu de Boelbaan is daardoor ook naar voren gekomen. Daar zijn we ook blij mee, als die zou komen. Ik hoop dat hier een leuke speeltuin komt met leuke speeltoestellen. Wij hebben hier een jongerenwerker lopen uit Walter Dijkstra. En samen met hem hebben we een plan gemaakt om verbeteringen in eerste instantie aan de voetbalcourt te brengen. En dat is eigenlijk, om het zo te zeggen, een beetje uit de hand gelopen. Want kijk wat we nu hebben. Eerst was het idee om alleen deuren of iets hoger hekken te regelen. Maar dat is uiteindelijk veel beter geworden dan dat we in eerste instantie hadden voorgesteld. Ja. Onze bijdrage in de praktijk was met elkaar, met de jeugd hier, de voormalige tegels uit de kooi halen. Nou, het waren 250 stuks, dus een leuke klus met elkaar. En verder is de bedoeling dat we nog een spoordag of iets gaan organiseren. Tegels was in eerste instantie een probleem omdat ze ongelijk liepen. Gewoon verzakt en dergelijke. Dus had je gewoon veel onderhoud aan om die regelmatig weer recht te leggen. Leuke mensen bij de gemeente werken die ook open stonden voor onze ideeën. Die het in eerste instantie niet afkeurden. Of dat ze domme ideeën vonden, maar dachten gewoon leuk met ons mee. En uiteindelijk was er dus veel meer mogelijk dan dat we voorheen dachten.